In Beuningen werd afgelopen zaterdag de duurzaamheidsmarkt voor energie Beuningen georganiseerd. Wethouder Pieter Klein onthulde het nieuwe logo voor de projecten die in het kader van de energievisie uitgevoerd gaan worden. Ik ben dan ook heel blij dat we deze markt vandaag kunnen organiseren. Op de markt presenteerden de initiatiefnemers van die projecten hoe zij ervoor willen gaan zorgen dat de gemeente Beuningen in 2040 energie-neutraal is. Het was een drukke bedoeling afgelopen weekend bij de Fasim. De cultuurspinnerij bestond namelijk 15 jaar en dat was reden voor een mooi en vol programma. Verschillende exposities, geïnspireerd op de Fasim, konden worden bezichtigd. En natuurlijk konden bezoekers ook genieten van talloze optredens en workshops.